Goedemorgen op deze donderdagochtend. Ik moest even nadenken. Ik wil vandaag een What I Eat in a Day filmen. Net als laatst, maar dan nu gewoon een normale dag. Sorry voor de zooi achter me. Hier is het geen zooi. Want vandaag is een normale dag voor mij. Het enige wat er niet normaal aan is, is dat de kids er niet zijn. Maar toen ik zeg maar het avondeten bedacht, was het nog wel zo, want we zijn een week van tevoren, maar ze gaan bij mijn, of ze zijn aan het logeren bij mijn schoonouders. Ik ga nog los een keer doen, zeg maar, wat de kinderen op een dag eten, want dat, die vraag kreeg ik ook. Dat vond ik ook wel een hele leuke. Maar vandaag dus wat ik eet. Ik begin de dag, nou ja, 99% van de tijd, of eigenlijk 100% van de tijd met thee. Mijn lievelingsthee is Herfststorm. En 99% van de tijd begin ik tegenwoordig met deze. Ik heb in mijn vorige What I Eat in a Day laten zien hoe ik dit maak. Dus dat zal ik even linken hierboven. Maar dit is een soort chia havermout overnight oats pudding ding met een soort gezonde appelmoes. Dus dat ga ik nu even eten. Dat ziet er sowieso altijd super lekker uit. Ik heb het in mason jars. Ik bestelde deze bij Party Deco, We Love Deco. Nou, iets van die deco. Dit zijn zeg maar de vier Oz. Dus het zijn kleintjes. En dan hier mijn thee. En dit eet Niels ook 's ochtends. Dus wij eten dit allebei. Dus ik maak altijd 6 porties. En dan eten wij er 3. En dan maak ik weer een nieuwe batch. En ik ga nu alle rust ervan genieten. Ik maak me altijd op onder het ontbijt. Normaal ontbijt ik natuurlijk met de kids. Eén eet gewoon brood. Die houdt niet van dit soort dingen. Ze eet eigenlijk heel veel, maar yoghurt en zo hoef je niet bij haar meer aan te komen. Dus die eet brood 's ochtends en Sven doet zijn eigen ding, die ontbijt niet met ons. Dus we zitten hier eigenlijk altijd met z'n drieën en ondertussen kletsen we en maak ik me op en eten we. Maar ja, nu lekker in mijn eentje, is ook wel lekker. Dus ik ga een YouTube filmpje erbij aanzetten. Ik heb dit als tussendoortje gehad, maar ik zat in overleg, dus dan is dat wat lastig om dat te laten zien. En nu ga ik lunch maken. Of, nou ja, ik heb het al grotendeels gemaakt. Het is vooral een klein beetje snijden en bij elkaar gooien. Dit is eigenlijk dezelfde salade als die ik laatst al liet zien. Omdat ik die nou eenmaal heel vaak voor de lunch eet. Met de kinderen eet ik vaak gewoon boterhammen. En dan eindig ik altijd met een boterham hagelslag, because I love it. En dan eet ik ja één of twee boterhammen nog met iets anders. Gewoon voor hoeveel honger ik heb. En verder qua lunch. Ja, meestal dus een salade, maar ik doe ook wel eens een pastaatje maken. We eten ook vaak door de week pasta en hebben altijd wel een restje over wat ik dan altijd eet. Even een berichtje van mijn schoonouders over de kids. Voor de lunch ga ik eigenlijk dezelfde salade maken als die ik al eerder liet zien. Want normaal eet ik die niet in het weekend. Normaal eet ik in het weekend met de kids gewoon brood. Dus nu ga ik die salade ook weer maken. Ik heb ijsbergsla. Feta. Ik heb nog paprika blokjes van vorige keer. Alleen de sla was niet meer goed. Dus ik heb hem van de week ook gegeten, maar dan zonder sla. Nu heb ik sla gehaald. En wortels. Komkommer. Komkommer en olijven. En dan voor de dressing. Mosterd. Balsamico. Olijfolie. Peperzout en oregano. Dus dat gaan we even maken. En dan zit de salade. En ik drink dus eindeloos veel thee op een dag. Dus dat film ik niet iedere keer, want dat is echt liters. Dus. Nou, 2 seconden dit opeten in mijn pauze. En dan gaan we weer door. Nou, dat was trouwens het kussen van de stoel. Dus niet dat je denkt. Jam, jam. Is iets voor 3:30. Normaal eet ik iets later nog een tussendoortje, maar ik heb zo weer overlegd, dus ik eet hem nu alvast. Een blueberry chocolate muffin, zoiets van
Liesel Jane. Dit is volgens mij een die ze in haar meal prep laat zien. Ja, ik ben echt gek op haar recepten. Dus ik ben benieuwd naar deze. Ik heb er al heel veel gemaakt, maar deze heb ik nog niet eerder gehad. Dus deze maak ik gewoon dan 's avonds en dan gooi ik het in de koelkast en dan heb ik weer voor een paar dagen een lekker snackje. Wij gaan pita broodjes eten met zelfgemaakte tzatziki en dan lekker falafel erbij, paprika, komkommer, feta, wortels, sla en we maken er pita kaas van, dus we doen hier plakjes kaas op. Dit is het geworden. Maatje erbij. En we kunnen nu lekker voor de tv kijken, want geen kids. En als laatste neem ik nog een stukje chocola, mijn lievelingschocola weer. Dus dat was het. Dat was mijn what I eat in a day. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en heel graag tot snel.